Gaat een beetje, El? Joh, hou op, ik vouw me gek. Ja, je ziet er een beetje gestrest uit. Ja, vind je het gek? Ja, wassen, strijken, vouwen en dat gaat maar door. En het is wel weer smerig voor het goed er wel in de kast ligt. Ja, maar El, dat heb je nou eenmaal met een kind. Ja, nou, ik zal juist wat vertellen. Ik zal blij zijn als ik weer veilig achter mijn bureau zit. Weet je dat? Ja, maar mag ik nou eens even wat vragen? Plan jij het allemaal wel goed? Wat valt er nou te plannen, joh? Ik bedoel, je trekt hem iets schoons aan en voor de laatste knoop dicht is, heeft hij zijn halve maaltijd er alweer overheen uitgespuugd. Ja, ja, nee, maar toch, El. Alles is te plannen. Ja. Het is gewoon een kwestie van goed indelen, snap je? Ja, dat is wel... Als je een beetje economisch met je tijd omspringt, hou je uren over nog. Ja, wordt het zo wel vast. Ja. Het is toch ook eigenlijk gek, hè, Ed? Wat? Nou, de vrouwen verzetten het meeste werk in het huishouden, maar de mannen hebben er natuurlijk weer het meeste verstand van, hè? Nou, dat heb je mij niet horen zeggen. Nee. Nou, vertel jij mij dan anders bijvoorbeeld, hè? Hoe doe je dat nou, economisch strijken? Hm? Nou, oké. Okay. Laat mij eens eventjes. Laat mij eens eventjes. Kijk, het gaat erom bij het strijken dat je... Nou, dat zou ik nou niet doen, hè? El, luister nou eens eventjes, ja? Ik moest een voorbeeld geven. Geef me dan ook de kans. Laat me dan ook eventjes strijken. Ja, maar Ed, dat zorg je... Dat... Waar het bij strijken om gaat, is dat je tegelijkertijd allerlei andere dingen kunt doen. En... Oh, El. Er gaat even wat mis. Ja, dat zie ik, ja. Ja, maar kan je niet even ingrijpen of zo? Nou, nee, nou niet meer, Ed. Het is nou te laat, hè. Dat sokje is namelijk van kunststof. Was van kunststof. Ja. Nou goed, in ieder geval, de achterliggende gedachte is dat je dus economisch met je tijd omspringt. Duidelijk zo? Ja. Weet je wat volgens mij heel economisch zou zijn? Hè? Als jij je handen ook eens zou laten wapperen. Nee, El, dat hadden we niet afgesproken. Nee, zolang jij nog zwangerschapsverlof had, zou jij min of meer het huishouden doen. En als je dan weer ging werken en Marco kon op de crèche terecht, dan... Nou, daar wou ik het net even met je over hebben. Oh, ja? Ja. Nou, je weet dat ik nog dan 2 weken zwangerschapsverlof heb. Ja, precies. En het is je gegund. Ja, ik ga niet er lekker van. Hè? Maar nou belde vanochtend mijn baas. Oh, wat leuk. Wat attent. Ja, ja. Ach, hey zeg. Nou, ze zitten nogal met zieken, weet je. Dus ja, hij vroeg of ik alvast weer kon beginnen voor halve dagen. Oh. Ed, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ja, maar Marco kan toch nog helemaal niet terecht op die crash? Oh, maar dat valt toch wel economisch te plannen? Oh ja, hoe dan? Nou, ik wou dus eigenlijk vragen of jij misschien bereid zou willen zijn om dan alvast de komende weken ook een beetje halve dagen te gaan werken. Ik? Oh, nee. Nee, maar Ed, nee, luister. Nee, maar het is dus gewoon alleen maar totdat Marco de crash in kan. Ja, mijn chef ziet me aankomen. Zeg, morgen chef, morgen Veenstra. Zeg, ik wou de komende weken alleen maar 's middags lekker naar huis gaan, hoor. Lijkt me een fantastisch idee, Veenstra. Ik zal je gelijk je salaris verdubbelen. Zie jij dat? Ed, het zou echt gewoon ontzettend veel voor me betekenen, Ed. Nou, ik kan wel... Ja, dankjewel. Luister, ik kan het vragen, maar ik geef je echt weinig kans. Nee, natuurlijk, nee, jongen. Ik geef je echt niet zoveel kans, als ik eerlijk ben met die chef van ons. En ik bedoel, laten we eerlijk wezen, ja, hè. Ja. Die is heel druk bij ons aan de zaak. Dus als je... Je geeft... Nou, waar je maar zin in hebt. Nee, maar het gaat niet om zin, het gaat om rechtvaardig. Ook tegenover Ellen. En die Veenstra met een schotje voor. Ha. Toevallig is het huishouden wel de sleutelpositie binnen het gezinsleven, hoor. Nou, nee, als ik straks word ingezet op een uiterst belangrijk project en de ene promotie naar de andere maak, dan denk ik, die Veenstra, die zit thuis nou toch lekker even het aanrecht een soppie te geven. Dat is dus precies die mentaliteit waar vrouwen zo'n hekel aan hebben, snap je wel? Nee, dat is waar. Vrouwen die zijn gek op mannen die de hele dag met een stoffige blik lopen. Het huishouden... Paul, moet nou eenmaal ook gedaan worden, ja? Ja, maar toch niet door jou? Nee, maar ik ga het ook helemaal niet doen, waarschijnlijk. Hé, nou ineens weer niet. Nee, want ik heb het alleen maar aangevraagd bij de chef, maar die weigert natuurlijk. Ik bedoel, we zitten hartstikke druk hier op de afdeling en we zijn vergeven van het werk. We komen er bijna niet uit. Nou, schij uit, jongens, schij uit. Precies, dus ik en dan moet... En dan moet Ellen zich er ook maar neer bij leggen, hoor. Dan kan ik er verder ook niks aan doen. Nee, zo is het. Kijk, zo ken ik je weer, jongen. Ik ben heus niet te beroerd om ook een klein beetje een handje te laten wapperen in het huishouden. Maar het mag niet ten koste gaan van mijn werk. Nou, kijk, je hebt toch op die manier... Hé, hey, Babsje! Eddie? Hi. Zeg, Babs, als je nog post voor mij hebt, leg het gerust even neer. Gaan we het samen gezellig even doornemen. Ik moest... Van Steunzolen zeggen dat hij je verzoek heeft overwogen. Oh, nou, dat geeft niks. Dat is prima. En zeg maar tegen hem dat ik er alle begrip voor heb. We zitten nou eenmaal tot hier in het werk en ik leg het wel uit aan mevrouw. En niks aan te doen, geen enkel punt. Okay. Hij vond het een waanzinnig idee. Oh. En het kwam hem eigenlijk prima uit ook.
Oh. Ja, want er zijn allemaal van die richtlijnen, hè, van het ministerie. Ja. Van dat er zo en zoveel vrouwen in een bedrijf moeten zijn. Ben ik het helemaal mee eens. En zo en zoveel minderheden. En ook deeltijdbanen, want anders krijg je een boete, hè, als bedrijf. Dan was dit de eerste keer dat hij eens wat aan je verdiende, zei hij. Oh, zei hij dat? En of je vanmiddag al kan beginnen. Met wat? Met weggaan. Oh nee, goed hoor. Leuk is dat, zeg. 3,5 jaar. Ik wou nog even zeggen dat ik het echt te gek vind van je. Ja? Ja, want het is toch een hele stap en daar is echt veel moed voor nodig. Nou, kleedjes uitkloppen is levensgevaarlijk. Ik bedoel dat al die macho-eikels hier op de zaak gewoon te stom zijn om te begrijpen dat je heel wat meer man bent als je niet steeds zo'n kerel hoeft te zijn. Soms ben ik best wel jaloers op je, hoor, Oop. Oh ja, Jochie. Ja, jullie hadden het vroeger toch wel simpeler, hè? Ik bedoel, ja, god, je had natuurlijk ook wel de crisis en de oorlog en de hongerwinter en zo. Nee, maar jullie hadden tenminste geen deeltijdbanen. In mijn tijd paradijs op aarde. Nee, nou ja, dat weet ik ook wel. Maar ik bedoel, je wist waar je aan toe was als man en als vrouw. Ja, maar dan had je dat vroeger ook, hoor. Wat? Dat het vroeger altijd beter was. Ja, nee, maar, heb jij nou vroeger ook wel eens de afwas moeten doen? Hé, wat een domme vraag. Nee, oké, maar ik bedoel, heb je dan ook wel eens dat je de collega's erdoor uitgelachen werd omdat je een zacht gekookt eitje was? Nou, joh, het is misschien heel gek, maar het interesseert hem niet zoveel wat anderen ervan vonden. Ik deed wat mijn vrouw ervan vond. Ja, ja. Kijk, dan heb je iets heel liefs gedaan voor Ellen, hè? Oh ja, wat dan? Nou, je hebt respect betoond. Dat gebeurt niet zo vaak. Oh ja? Nee, nee. Nee, want daar is best wel moed voor nodig, hoor, voor het huishouden. Ja. Nou. Nee, maar tenminste als je man bent, helemaal. Nou. Dat had je nou niet moeten zeggen, hè? Nee, maar ook, weet je wat het is namelijk? Als je als man niet zoveel kerel probeert te zijn, word je vanzelf meer vent. Dat is een diepe. Nee, nou, het punt is ook dat ik financieel zit ik een beetje omhoog natuurlijk, want ik lever wel even mijn halve salaris in. Nou, hoe moet dat nou? Jochie, toen ik zo oud was als jij, nou stond ik ongeveer om 1:00 of 4:00 op 's morgens. 20, 30 graden onder nul. Dan kooks bikken, hè, om die kolenkachel op gang te krijgen. Dan moest ik de kinderen ontdooien, brood smeren. Als er brood was, hè, dan 1:05 gewoon naar de fabriek tot 9:00 s'avonds. En dan wassen, koken, stofzuigen. Oh, jullie hadden wel een stofzuiger dan? Ja, natuurlijk. Maar we hadden geen elektriciteit, dus dat was nog een heel kawaii. Ja, ook. Het is heel indrukwekkend, hoor. Wat ik probeer te zeggen is, halfbaantje. Een beetje stofzuigen, man, jou houdt de 7 tijd over. Ja, het gaat niet om de 7 van tijd, het gaat om de 7 van geld die er dan dus niet is. Nou, in al die uren die je overhoudt, kun je er wat bij ritselen. Ja, wat nou ritselen? Nou, gewoon met bijverdienen. Ja, bijverdienen, dat kan jij wel zeggen. Ja, zeggen, ik doe het toch, zie je. Wat is dat dan? Wat? Dit? Dat is kunst. Oh ja. En wat moet het dan voorstellen? Nou, dat is een beetje abstract, hè. Dit is eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, gekooide emotie. En welke emotie is het dan precies? Wanhoop.